Witte, rondjes. Van hier. Let me tell you about a sustainable future in which everyone can participate. This is the city where I live, and where more and more people choose to live a life less dependent on oil. They choose to live their lives with respect for the world and future generations. Michiel, an organic farmer, grows over 60 different kinds of vegetables and fruit for over 200 people in a suburb just outside the city, making it also possible for townspeople to live in a sustainable way. On this farm, it's not the farmer, but the people who harvest the crops, and in this way, they are reconnected with agriculture. Ik ben Michiel, ik ben de boer van het Weiveld. Het Weiveld is een zelfoogstveld van groenten. Dus mensen betalen aan mij aan het begin van het jaar. En dan mogen ze een heel jaar zelf groenten komen oogsten op het veld. Dit systeem is een vorm van CSA, CSA, Community Supported Agriculture. Biologische landbouw, dat is landbouw die zorg draagt voor de bodem vooral. Zorg ook voor de natuur en onrechtstreeks voor eigenlijk iedereen die op de wereldbol leeft, zou ik maar zeggen. Wij sproeien niet, wij gebruiken geen pesticiden. Er is dus ook geen uitspoeling in het water, geen vervuiling van water en omgeving. Er is geen verpakking van het voedsel. Mensen brengen een eigen mand mee en ze plukken en nemen dat zo mee naar huis. Maar het is ook een heel hoge efficiëntie. Er wordt gezegd dat de biolandbouw wel iets lagere opbrengsten heeft dan de traditionele landbouw. Maar hier is de efficiëntie echt het hoogst van allemaal. Dus ik zet een bepaald aantal groenten en echt al die groenten gaan ook gebruikt worden. Ze worden hier allemaal geoogst en niets gaat verloren. Er is geen teveel. Er is ook geen lange keten waarin groenten kunnen verloren gaan of slecht worden of niet gepresseerd worden of net niet groen genoeg of er niet fantastisch uitzien. But urban agriculture isn't only reserved for people who want to live ecologically. It's also a possible solution to reduce poverty, as is proven in Ghent's poorest neighborhood. Here people from different cultures come together to grow organic food. It's not merely a way to access cheaper food, they also encourage one another to learn the local language and other necessities. But for most, this opportunity solved intercultural conflicts and people found out how to live together by this means. Ik heb in Kazachstan samen met mijn familie gewoond in een gewone huis, dus met de tuin. En wij hebben wel veel kunnen aan mijn vader helpen. En dat bleef hangen. Hier heb ik in de stad gewoond en ik heb gemist de natuur, de fruit, de groenten van eigen kweek. The future is a sustainable one. The pursuit of profit, inherently connected to our idea of evolution, is not the only way. I hope that with this story, I made somewhat clear that we Western people still have a lot to learn. We can even learn from those whom we call the developing countries. And therefore, we shouldn't see ourselves as superior.